Een hele goede avond. Ja, ik heb eigenlijk weer helemaal geen tijd om dit te doen. Want ik weet niet wat de laatste dan met me is. Maar ik kom echt de laatste heel te laat. Mijn SD-kaart zat nog bij Jurie thuis. Dus hij moest die snel komen brengen. En het is nu 6:57 en ik moet om 7:00 bij de waxbar zijn. Oh, ik ben heel even gestrest. Omdat ik ondertussen de weg nergens weet. Ja. In ieder geval, dat ga ik vandaag doen. Ik ga vandaag mijn benen laten waxen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Dus ik weet ook niet of het pijn doet. Of dat het niet pijn doet. Of dat ik weet echt niet dat het gaat voelen. Maar dat gaan jullie dadelijk allemaal wel zien. En hopelijk ga ik niet huilen. Ik hoop echt dat alle stoplichten nu snel op groen gaan. Want ik ben altijd te laat. Althans, ik ben nooit te laat. Maar tegenwoordig ben ik altijd te laat. Ik heb deze trui van de Justin Bieber collectie aan. Waar ik echt helemaal verliefd op ben. Ja, die laat ik straks allemaal wel beter zien. Nou, ik ga nu echt even snel haasten, want dan ben ik daar op tijd. Oké, ik zit nu binnen bij de waxbar. En ik moet heel even wachten tot ik gewoon vermocht. Oh, ik reed ook nog eens te ver, dus ik reed echt het volgende stuk voorbij. En daarom moest ik weer helemaal terug en het is dus echt spits nu. En daarom moest ik ook nog een parkeerplek zoeken. Maar ik ben er gelukkig, oh my god. En nu even wachten tot ik aan de beurt ben. En man, ik heb trouwens echt heel veel zin in chocola. Volgens mij is het chocola een beetje dicht, maar ja, ik ben ook al te laat. Like Oké, dit zijn mijn wolfbenen. Mijn beenhaar is nu 3 weken aan het groeien. En het is nu keilang. Oh, dit is echt erg, hè? En het gaat er nu allemaal af. Yes. Ik begin eerst met desinfecteren. Ja, dat is wel nodig. Komt helemaal goed. Als je dit volhoudt, dan heb je straks weer mooie gladde benen. Laten we het maar open. Daar doen we het voor. Oei, kijk dat haar. Dit is echt heel veel, hè? Oh, dit is echt verschut. Ben ik wel een jongen. Heb je nog nooit het haar zo lang? Nee, nog nooit. Nee, ik heb echt een haarfobie. En wat gaat er nu gebeuren? Nu gaan wij de wax, onze hot wax, op jouw benen smeren. Het is wel een mooie kleur. Lijkt net gaaf. En hoe lang blijft het met de wax weg? Per persoon dan. Ja. Maar het kan tussen de 3 tot 4 weken kan het weg blijven. Oh. En is het zeg maar als je het heel lang hebt gedaan dat het dan op een gegeven moment weg blijft? Ja, maar dan moet je wel consequent blijven waksen. Dus in de tussentijd ook niet gaan scheren. Want dan gaat het haar weer, dat komt dan weer harder. Oké. Komt het terug, dus stugger en de wortels worden weer dikker. Dus ik zou dit wel consequent blijven waxen om de, wat is het, om de 5-6 weken zo ongeveer. Oh. Ben je er klaar voor? Oké, ze gaat het nu eraf halen. Oh. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, stukje los. Komt ie. Oh, dat is zeker. Kijken, oh, kan ik dat zo? Wacht even hier. Ja. Zo, kijk dat haar, hé. Oei, doei Wolf. Kijk. Oh, zo, dat scheelt echt al heel veel. Auw! Dat werkt zich. Ben ik de enige die zo gilt, of niet? Ja, zo was wel. Nee, echt niet. Gilt niemand. Echt niet? Ook met wenkbrauwen. Alles, ja. Alles. Ja. Echt waar. Dus dan ben je gevoeliger. Of als je net ziek bent geweest, ja. Weet je, of je bent ongesteld geweest, of je bent vermoeid, oververmoeid gestrest. Heeft allemaal met... Oei. Durf je nog verder te gaan? Ja, hè? Tuurlijk. Ja? Ik ga niet met mijn halve haren benen. Maar waarom volhouden, hè? Kom maar op. Oké. Poging 2. Het is wel lekker warm, dat scheelt. Ja, het moet niet te heet zijn, anders even aangeven, hè? Ja, dan gril ik wel. Ik moet maar niet een knietje geven. Nee, zo, ik zou niet durven. Maar vroeger deden ze toch altijd met
zo'n papiertje erop. Dat is harsen. En wat is het verschil tussen harsen en waksen? Met harsen, dan doen ze inderdaad, is het best wel vloeibaar. Ja. Dus dat... Oh, dit is echt ziek. Probeer je een beetje af te leiden door weer gewoon te praten tegen jou. Oké. Zo, maar dit scheelt al heel veel, hè? Oei. Je ziet het wel. Zo. Even loshalen, hè? Oh! Ah! Dit is echt niet leuk. Zeg eerlijk, het is eventjes een scherpe pijn van een paar seconden en dan is het weg. Ja, dan weg, is het ook weer weg. Kijk, ik heb boven mij wel een tv. Kijk, dat is wel leuk, hè? Maar ik denk dat ik mij niet kan focussen op de tv. Nou. Ligt je goed? Ja, ik lig helemaal super. Ja? Wat had jij zelf verwacht van deze waxverandering? Ik dacht dat het pijn zou doen, hoor. Kijk, tuurlijk, ze trekken in één keer al je haren eruit. En met epileren heb ik ook altijd zo'n irritant gevoel. Ja. Maar het is wel om te doen. Het is niet dat je zegt van nou... En net weet je, als je menstruatie hebt of je hebt stress of zo, dat het dan veel meer pijn doet. Een stukje loshalen, komt ie. Ik ben heel kleinzinnig volgens mij. Geef je ongesteldheid maar de schuld. Ja, ik geef wel gewoon de schuld, ja. Oh. Het is wel een voordeel dat het lekker warm is. Dat scheelt echt veel. Waar ben je aan begonnen? Oh, dit doet echt zeer. Op de ene plek is het gevoeliger dan op de andere. Nu is mijn knie aan de beurt. Oh god. Oh. Nou, dat valt mee. Ja, goed. Zo, maar dat is wel fijn dat nou eindelijk dat been aan weg is, zeg. Schaamde mij dood. Ik vind die kleur mooi, zo dat brons. Hebben jullie dat zelf zo gemaakt of is het... Ja. Ja, dat het een beetje mooi eruit ziet. Ja, of... ja, dat is wel echt leuk. Deze hot wax heeft de wax bar ook zelf samengesteld. Oeh, maar dan doet Brazilian wax helemaal pijn. Kan inderdaad wel heel gevoelig zijn, ja. Eerste keer is het altijd even wennen, geloof me. Maar als jij ooit een keer dat zou doen... Ja, dat wordt de volgende behandeling. Ja, echt waar? Dan zou je echt niks anders meer willen. Het is gewoon zo fijn. Het doet al minder pijn. Ja, daarom zeg ik, weet je, op bepaalde plekken is het gewoon gevoeliger dan de andere kant. Zou je dit aanraden aan jouw volgers, aan jouw kijkers? Zeker weten. Ja? Ja, hoe fijn is het om je benen niet meer te scheren? Ik denk dat ieder meisje dat wel echt leuk vindt. Winterperiode is het makkelijker om het te laten groeien. Ja. Weet je, dan in de zomer. Kan je beter in de winter ermee beginnen en als je het dan volhoudt? Ik zou het aanraden inderdaad om winterperiode, dus na de zomervakantie eigenlijk, om dan al meteen te beginnen. Wat dacht je? Ik ga dit... Ik ga het even doen, dacht ik. Nou, hè. Ik zie het wel terug. En wat spuit je er nu op? Dit is onze post-wax spray. Dit is een naverzorging. Speciaal voor de benen, voor je armen, borst, buik of voor je rug. Ja. En het is een antibacteriële spray. Ja. Dus je benen zijn in principe nu al wel gewoon goed beschermd tegen irritaties, tegen bacteriën. Oh, nee. Ben je klaar voor de achterkant? Ja hoor. Ja? Nou, kom maar op. Mag je benen voeten flexen, dus op je tenen leunen. Zo. Ja. Oh! Stuk vlees. Ik lig wel charmant bij zo. Oh! De pijn is al wel minder. Gelukkig. Je bent al klaar. Ben ik al klaar? Je bent al klaar. Oh yes! Nu ben ik blij. De laatste even erin afhalen. Maar deze. Zullen we maar zien dat deze wil blijven plakken? Ja, hier de meeste pijn aan heb. Oh, nou dat viel mee. Ja. Krijg je er ook een massage bij? Ja. Ik ga nooit meer weg. Zo, ik ga denk ik heel de dag aan mijn benen voelen vandaag. Ik heb zo lang niet aan mijn benen kunnen voelen. Dus wanneer moet ik dan zeg maar terugkomen binnen? 5 weken of zo. Kijk het even aan, omdat het jouw eerste keer is. Ja. Bij de ene groeit het veel sneller dan bij een ander.
Maar als jij ziet van, oh ja, nu zijn ze weer lang. Dat kan misschien bij 5 weken zijn. Ja. Dat kan misschien bij 6 weken zijn. Dan is het gewoon tijd. Dan bel ik wel. Probeer niet te scheren, hoe erg het ook is om je haar te laten groeien. Ik doe nee, daar ben ik nou al wel overheen over dat haar. Oh, dit is echt heel erg. Dit is gewoon chantagemiddel eigenlijk. Oh, dit is echt heel erg. Oei. Nou, ik zit nu weer in de auto en ik ben net klaar bij de wakkersbar. Het was als eerste echt super gezellig. Het was echt heel erg leuk. Dus dat verdooft dan ook altijd wel een beetje de pijn. En net wat ze zei, ik had het met menstruatie gehad. Dus dan ben je wat gevoeliger. Dus vandaar dat ik ook best wel pijn had aan mijn benen. Maar ik heb nu een afspraak ingepland voor mijn benen over 6 weken. En dan ben ik dus niet ongesteld. En dan gaat het gewoon helemaal goed komen. Aankomende zaterdag heb ik ook al gelijk een afspraak gemaakt voor Brazilian Wax. En echt waar, ik hoop dat ik gewoon niet pijn gaat lijden. Maar ik vind het wel echt een hele ideale oplossing. Het blijft gewoon 5 weken weg en op sommige plekken gaat het gewoon helemaal niet meer teruggroeien als je het zeg maar lang volhoudt. Alleen het is belangrijk dat ik niet tussendoor ga scheren. Dus daar moet ik mij wel echt aan gaan houden. En dat ik gewoon consequent ben met mijn afspraak, zodat ik wel iedere 5 weken terug. Oké, heb ik licht? Ja, ik ben mijn eigen zaklamp ook schijnbaar op kit. Nou, Juri is er en hij is even beneden aan het wachten, want ik wil even mijn vlog maken. En wij gaan nu naar de bioscoop toe. En ik heb net een foto op Instagram gezet en ik krijg echt heel leuke reacties op. Namelijk deze foto voor de mensen die mij niet volgen. Dat is deze. En deze. En deze. Met deze outfit. Maar ik ga nu mijn tas pakken. Voordat Juri mij daar boos op gaat bellen. Zo, en dan gaan wij lekker naar de bioscoop. Nou, oké, pieps, tot zo. Op de lights aan. Oké, dit is wel echt fucking spooky dit. De batterij van mijn telefoon is trouwens echt dood. Die is zo'n 15%, nee, die is zo'n 5% of zo. Oké, tot zo. Wij zijn aangekomen bij de bioscoop en we gaan nu naar binnen ons kaartje halen en mijn knappertje is eindelijk een keer in beeld. Juri is chocolade, loopt ons gewoon in de verkeerde zaal sturen. Dus in één keer een 3D film, maar we moeten nu naar een andere zaal. En ik moet plassen en de film begint bijna zo. En batterij is gewoon bijna leeg. Oké, let's go. Oké, en we zijn nu in de juiste film. Ja! Wij zijn nu klaar uit de bioscoop. Yes, die heb jullie nog net voor mij gehaald. En het was echt een doodenge film. We zagen naar, hoe heet die film? Ik weet alleen niet wat die heet. Het ziet me dat mensen doodgaan en dat ze daarna weer levend worden. Maar het was op zich best wel een leuke film. Best eng, maar het was wel een leuke film. Hou ik ervan. Beetje van die gekke verhalen. We gaan nu naar mij. Mijn batterij is leeg van mijn camera. Dat is kut. We gaan nu even de scooter binnen zetten in de pols. En verder weet ik echt even niet wat we gaan doen. Ik kom op je spel. Ik doe het al. Ik doe het al. Ik doe het al. Ik doe het al. Zo, ik ben weer thuis aangekomen na een hartstikke leuke dag. Eentje naast mijn slaaptal. En het was echt hartstikke gezellig. Ik ga daar eerst eens even 3 uur lang aan mijn benen voelen dat ze eindelijk zacht zijn na 3 weken. En dat was het eigenlijk voor deze vlog. Heel erg bedankt voor het kijken. Morgen ga ik de nieuwe collectie van MAC inslaan. En daar heb ik echt onwijs veel zin in. Ik heb hem weggezet om 9 uur en om 9:30 is de deur open. Althans, ik word om 9 uur opgehaald en om 9:30 sta ik al voor de deur. En dan ga ik lekker een spulletje halen. Daar ga ik dus ook een vlog van maken. Dus... wil je op de hoogte blijven van mijn video's? Abonneer dan zeker op mijn kanaal. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je video leuk vond. En dan zie ik jullie snel bij mijn volgende vlog. Doei! Zou je ook?